Wat we wel weten is dat als we nu niet inzetten op schone energie, dat de gevolgen van de klimaatcrisis vele malen groter zijn. We gaan het hebben over wind op zee. Want in 2050 wil Nederland dat 3/4 van de Nederlandse energie van windparken op de Noordzee komt. Dat gaat omgerekend om zo'n 30.000 windturbines. Denkt u aan een oppervlakte van 3 provincies. Wind op zee is essentieel voor de energietransitie in Nederland. Dat zeggen heel veel experts. Maar het bouwen van een windpark kost heel veel energie en heel veel geld. En daarbij kan de ontwikkeling van deze windturbineparken ook schadelijk zijn voor het zeemilieu. Denk aan het leven van de vogels, de vissen, maar ook vleermuizen. En volgens de Europese Rekenkamer overzien we deze ecologische gevolgen nog lang niet. De stelling luidt daarom ook: Nederland moet doorgaan met het bouwen van 30.000 windmolens op de Noordzee. Meneer Krul, u mag beginnen. Hannah Ritchie zei in haar TED-talk dat wij de laatste generatie zijn die iets kunnen doen aan de klimaatcrisis. En ze heeft gelijk. Maar we zijn ook de allereerste generatie die het helemaal duurzaam kunnen doen. En dat is geen angstige boodschap, maar een hoopvolle boodschap. En dat kan alleen als we opties niet uitsluiten. Wat ons betreft gaan we door met wind op land, wind op zee en ja, dus ook met kernenergie. En toch zijn wij tegen deze stelling, omdat 30.000 voor Nederland eigenlijk net niet te doen is. Helder, binnen de tijd zelfs. 2 jaar geleden, toen stond ik hier in de balie en toen stevende de aarde nog af op ongeveer 3,5, 4 graden opwarming. Nu op 2,8. Dus we zien dat klimaatbeleid helpt. En allereerst supergoed dat we het hierover hebben. We moeten het echt nummer 1 houden in deze verkiezingscampagne. En Partij voor de Dieren is het eens met de stelling. Dat wil niet zeggen dat wij zeggen, doe dat maar rukzichtloos die 30.000 windmolens. Want energiebesparing, dat is allereerst van belang. Wat je bespaart, hoef je ook niet op te wekken. Dus dat is heel belangrijk, allereerst energiebesparing. En daarna windmolens en rekening houdend met de ecologische effecten. God, dit is echt heel kort. Ja, dit is goed gedaan. Ik heb 2 dingen gehoord, voor en tegen. U zegt, de CDA is tegen, want er is simpelweg geen plek in Nederland om die 30.000 op de Noordzee, om die 30.000 windmolens te maken. Maar waarom is dan die belofte wel gemaakt in eerste instantie? U zat in de coalitie. Kijk, het gaat om 30.000 windmolens met alle Noordzeelanden. En daar is Nederland er één van, maar daar hoort ook bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk bij. Ja, die hebben veel meer ruimte op de Noordzee. Mm-hmm. Als we echt in 2050 zo'n 70 gigawatt kunnen opwekken met elkaar, dan zal dat voor Nederland betekenen dat we ongeveer 7000 windmolens nodig hebben. Ja, en dat is ongeveer 4,5% van de oppervlakte van ons Noordzeegebied. Dat is realistisch, dat vinden we een goed plan. Maar die 30.000 alleen als Nederland doen, volgens mij is dat ook niet ter sprake, maar het kan ook helemaal niet. En daarom zeggen we, hey, een beetje balans, wel wind op zee, dat zullen er 7000 zijn en dan hebben we meer dan genoeg. Hoe luister je ernaar? Nou ja, ik vind het wel bijzonder dat de heer Krul allerlei zegt, je moet niet alle opties uitsluiten en dan begint over kernenergie. Terwijl het CDA sluit juist heel veel opties uit. Als bijvoorbeeld een krimp van het aantal dieren in de veehouderij, wat heel hard nodig is. Maar ook energiebesparing, wat heel hard nodig is door bijvoorbeeld keuzes te maken in de industrie en bepaalde vervuilende takken van de industrie versneld te sluiten en de kans te geven voor nieuwe industrie. Zo ook op het gebied van windmolens. Ja, je kan zeggen, we moeten daar een beetje minder gaan doen en kernenergie, dat is gewoon te duur. Er is geen partij die daarop inspringt. Als je kijkt naar wind op zee, dan is dat wel echt nodig, want dat is een van de weinige echt duurzame bronnen die we hebben. Daarnaast zul je ook de natuur moeten herstellen, want er wordt heel veel druk gelegd op de Noordzee. Maar dan moet je niet aan gaswinning nog daarnaast gaan doen. En dat is wat het CDA wel wil. Die wil gewoon nieuwe gasbronnen gaan boren. Nou, dat is wat je nu juist niet moet doen. En dat kunnen we ons niet meer veroorloven. Ja. Dus als je dat niet doet, dan heb je ook weer meer ruimte voor windmolens en natuurherstel. We beginnen gelijk lekker, want we krijgen nu een beetje de pot verwijt de ketel-achtig. De Partij van de Dieren die zegt, we moeten die hele klimaatwet nog aanpassen. En 2030 is eigenlijk het getal waarin we alle reductie moeten gerealiseerd hebben. En ik heb het even goed gelezen, want ik vond het wel interessant. En dan gaan we heel veel opties wegstrepen. U wilt geen blauwe of paarse waterstof. U wilt niet dat er warmtenetten zijn die restwarmte gebruiken van de industrie. U wilt geen biobrandstoffen. U wilt vooral heel veel niet. En u komt elke keer terug op besparen. Ja, we moeten met z'n allen veel meer energie besparen. Maar het is echt niet eerlijk om te zeggen dat we in 2030 al onze doelstellingen kunnen halen met alleen besparen en alleen de industrie aanpakken. We moeten het op elke laag doen wat ons betreft.
En ik heb net gezegd, wind op zee. Wat ons betreft, alles wat we gepland hebben, gaan we doen. Dat zijn er dus niet 30.000. Dat kan helemaal niet ecologisch verantwoord. Maar 30.000 is wel wat er nodig is om onze energietransitie haalbaar te maken. Dat hebben diverse rekenkamers ook al berekend. Ja, ik ben heel benieuwd naar de reflectie straks. Want ik ben er echt van overtuigd dat we dat straks bij een andere debat, met waarschijnlijk alle partijen die aan de Noordzeegrenzen moeten doen. Met z'n allen die 30.000 halen. Maar als wij als Nederland echt 30.000 windmolens willen realiseren, voorspel ik de Partij van de Dieren, dat is een ecologische ramp. Dat is heel slecht voor de biodiversiteit. Dat kan helemaal niet. En dat moeten we ook vooral niet doen. Dit mini-debat moeten we bijna gaan afronden. Een laatste reactie van jou. Nou, het is wensdenken van de heer Krul. Want experts zeggen dat er niks anders kunnen dan die 30.000 windmolens. Dus daar zullen we op moeten inzetten. Kijk, de Partij voor de Dieren erkent dat er negatieve ecologische effecten aan zitten. Dat is waarom je ook moet doen aan natuurherstel. Maar als we die windmolens niet aanleggen, dan zijn de gevolgen van de klimaatcrisis zijn vele malen groter. Die keuzes moeten we echt durven maken. En nu niet wachten. En de oplossingen die het CDA dan aanhaalt om nog maar even door te gaan met blauwe waterstof, dat zorgt ervoor dat we niet in 2030 klimaatneutraal zijn. En dat is heel hard nodig als je de lijn van het IPCC-rapport doortrekt. Als je ziet hoe rijk Nederland is, dan hebben we een verantwoordelijkheid, ook naar de armere landen, om heel snel van die fossiele brandstoffen af te gaan. En dan hebben we die windmolens nodig naast natuurherstel. Helder, dank. Neemt u de plaats? Jullie mogen allemaal reageren op deze stelling, maar ik wil eerst even beginnen bij Tjeerd de Groot. Rob Jette heeft een brief gestuurd naar de Kamer waarin hij uitlegde dat de windmolens op zee miljarden meer gaan kosten dan gepland door een verhoogde rente. Wie moet dat gaan betalen? Kijk, Dat klinkt heel alarmistisch, maar het is natuurlijk een momentopname. Het gaat om een bedrag van 40 miljard euro. En je zult uiteindelijk ook moeten kijken van wat zijn de kosten van niks doen. We zijn een enorme welvarende maatschappij gebouwd op fossiele energie. Daar zijn we ontzettend rijk van geworden. Alleen nu zien we wat de effecten daarvan zijn en bovendien raakt die energie op. Nou, en het mooie vind ik van wind op zee is dat dat eigenlijk een soort motor kan zijn van de groene economie. Dus daar moet je daar ook echt mee doorgaan. En het mooie is, en dat hadden we 10 jaar geleden nooit gedacht, is dat het ook bijna zonder subsidie kan. Ja. Het kan gewoon uit. Het is een hele betaalbare oplossing. En hoe kan het zonder subsidie? Door bedrijven erbij te betrekken bijvoorbeeld? Het zijn natuurlijk bedrijven die die parken aanleggen. Ja. Maar het is al zo lonend, hè, de stroom te verkopen, dat je daar al niks of heel weinig op te hoeft te subsidiëren. Dit zijn natuurlijk kosten voor de infrastructuur. Dat is allemaal wat duurder geworden. Maar als je dat kijkt naar de hele periode, we zijn het ook aan onze stand verplicht. We hebben die rijke maatschappij gebouwd. Als ik u vertel dat in Pakistan is een grote waterramp geweest. En dat heeft Pakistan al 40 miljard hetzelfde bedrag gekost. Ja. We zullen dat met elkaar gewoon kunnen opbrengen. Dan wil ik toch eventjes hier naar Corp. Graag, ja. Ja, nou ja, reactie. Die 30.000 windmolens, ik wil u toch graag even in een perspectief zetten vanavond. Hè? Want op dit moment staan er in de Noordzee 671 windmolens. 671. In de jongste klimaat-energieverkenning, die gepubliceerd is onlangs, staat dat we, als we ons best doen met de maatregelen die Rob Jette zeg maar heeft voorgesteld in zijn klimaatdoelen, dat we in 2030 een goede kans hebben dat we die klimaatdoelen halen. In 2030, dat is binnen een bepaalde bandbreedte, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar goede kans als we ons best doen dat we die klimaatdoelen in 2030 halen. En als we dan kijken hoeveel windmolens er in 2030 in de Noordzee staan, dan zijn er dat 1700. 1700. En dan denk ik 30.000. Dus ik hoor, het is niet haalbaar. Nou, dit is zo ver van de realiteit gezogen dat ik zeg, joh, we moeten gewoon kijken van hoe we die energiemix in Nederland in evenwicht kunnen brengen. En dan kunnen we de windmolens die nu gepland zijn, ik zou zeggen, van laat dat vooral doorgaan. We gaan niet doen aan kapitaalvernietiging als de BBB. Maar we gaan wel zorgen dat we een veel bredere energiemix krijgen. En daar vormt kernenergie natuurlijk een onderdeel in. GroenLinks, PvdA. Ja, het is niet haalbaar, 30.000. Nou, wat ons betreft is kernenergie. Ik doe het zelf! Hilarisch. Ja, ik ben zo gewend, even uitleg, dat elk klimaatdebat eigenlijk altijd alleen maar over kernenergie gaat tegenwoordig. En nu hebben we het eindelijk gewoon over die wel groene, duurzame oplossing. En dat is wat mij betreft inderdaad wind en zon natuurlijk. En ook wind op zee.
Ik moet zeggen, dat getal van 30.000, maar dat gaat zo het panel nog mee komen, waar die precies vandaan komt. Maar het feit dat we echt een grote schaalsprong gaan maken voor wind op zee is denk ik cruciaal. Dat kan ook. Ik denk wel dat we, waar we in het verleden heel erg projecten hebben aangejaagd, alleen maar op kosteneffectiviteit, dat je veel meer moet kijken naar ook eigenlijk ecologische randvoorwaarden en ook eigenaarschap. En een van de voorstellen die wij gedaan hebben is om bijvoorbeeld energiecoöperaties, dus dat is dat burgers zelf energie opwekken. In België kunnen energiecoöperaties al meedoen aan een windpark op zee. Ja. Dat vind ik heel interessant, waardoor je het ook veel meer eigenlijk een gedragen energietransitie maakt van mensen. En ook met ecologische randvoorwaarden. Maar daar is wel iets voor nodig. Dat gaat niet vanzelf. En tot nu toe hebben we wel heel erg gestuurd alleen maar op die kosteneffectiviteit. Ja, en ik hoor hier aan deze kant heel erg, het moet iets kosten, het gaat iets kosten. Maar wie gaat het betalen uiteindelijk? Is dat het Rijk? Is dat de burger? Zijn het de bedrijven die gaan investeren? Nou, volgens mij zeg ik vooral, zorg nou dat het ook iets is waar energiecoöperaties, dus waar burgers zelf aan mee kunnen doen, kunnen participeren, zoals bijvoorbeeld in België. Wij hebben net een voorstel gedaan voor, het is een beetje beleidsjargon, sorry mensen, maar een kwaliteitsbudget. En dat houdt dan in dat je eigenlijk je windmolen zo kan neerzetten met veel meer ecologische, dat je rekening houdt met de natuur. Dus ja, dat vind ik wel, daar moet je ook eisen stellen aan een windpark. Ja. Dat zou ik heel erg goed vinden. Volgens mij moeten we weg van alleen maar zeg maar de CO2-kiloknaller, om het zo maar te zeggen. Ik ga nog even naar Simon, daar aan het einde. Ja, nou, mijn buurman noemde dit al een project. Dat is losgerongen van de werkelijkheid. Het is gewoon gekke werk eigenlijk, om een aantal redenen. Gewoon de inefficiëntie van windenergie, daarom mee te beginnen natuurlijk. Maar het tweede, er is überhaupt helemaal geen ruimte op de Noordzee om dit op een normale manier te doen. Het is eigenlijk zo'n beetje onze laatste ongerepte natuur die we vol gaan plempen met 30.000 windturbines. Dat gaat echt een ecologische genocide onder water gaat dat opleveren. Er wordt al gewaarschuwd voor het uitsterven van bruinvissen, voor Jan van Gent, vogels, noem maar op. Ik begrijp dus ook niet dat partijen als D66 en GroenLinks, hè, als er ergens een keer een brandnetel of een bramenstruik komt, dan wordt er moord en brand geschreeuwd over de natuur. Nu wordt de Noordzee met 30.000 windturbines volgezet met gigantische gevolgen. En dan wordt er gezegd van ja, dan moet je even... Sorry. Ja, sorry. Ik mis heel even hier... Ik mis ja. heel even... Wacht even. Wacht. Ja. Ik wil toch voor de ecologische genocide, wil ik nog heel even naar de Partij voor de Dieren. Dat is een plan. Nou, daarna cheert. Ja. Weet je wat ecologische ecocide is? Dat is de klimaatcrisis. Dus als we niks doen, en de biodiversiteitscrisis. En dat komt door ons mensen, door de voetafdruk van ons mensen. Het gaat erom dat we die voetafdruk naar beneden brengen. Maar de invloed, en om dat te kunnen doen, moet je bepaalde stappen zetten. En dan moet je die wind op zee niet zien als stap op zich, maar als een onderdeel van heel veel maatregelen. De ecologische effecten van windmolens, die zijn nog grotendeels onbekend. Dat mogen de mensen zo meteen ook nog even factchecken. Die zijn nog grotendeels onbekend. Dan zeggen wij, je moet daar voorzichtig mee omgaan. Wat we wel weten is dat als we nu niet inzetten op schone energie, dat de gevolgen van de klimaatcrisis vele malen groter zijn. Maar mevrouw Steunissen, dus daarom... ik ga nog heel eventjes naar Ja, het heeft nadelen, ja, maar je moet het wel doen. Ik sla even aan op het inefficiëntie van elektriciteit. Ja. Ik bedoel, als er iets inefficiënt zijn het fossiele brandstoffen. Ja. Die automotor wordt veel efficiënter. Ze hadden 100 jaar geleden hadden ze al elektrische auto's. En dat is een veel efficiëntere omzetting van energie. En als het gaat om die windmolenparken, natuurlijk moet je daar kijken. En daar heeft D66 ook een Noordzeenota over geschreven. Dus dat heeft het tot een Noordzeeakkoord geleid, samen met vissers en natuurbeschermers. Hoe kan je nou die windmolenparken gebruiken voor voedselproductie, voor oesterkweek, juist om die natuur wat, die krijgt daar wat rust, want er wordt toch niet meer met bodemberoerende visserij doorheen gegaan. Okay. Dus het kan ook een kans zijn voor de natuur, maar daar ben ik het helemaal met GroenLinks eens. Dan moet je wel dat moet je wel met elkaar doen. Organiseren. Ja. Absoluut. Ja. In de aanbesteding of met een coöperatie. Okay. Nou ja, en alle partijen die heel erg nu het ecologische impact van wind op zee en problematiseren, zeg ik wel, waar waren jullie al die jaren met gaswinning? En nu nog steeds aanjagen van gaswinning op de Noordzee. Absoluut. Al die winningsplatforms die daar staan af te eroderen.
Ik vind het eigenlijk... Mag ik hier even op reageren? Want dit is echt een totale karikatuur wat mevrouw Kreuger hier nu van maakt. Oké, we gaan even eerst naar 21 en dan terug naar het CDA. Nee, kijk, 30.000 windturbines op zee, nogmaals, hè, want we gaan dadelijk naar de berekening kijken. Het gaat er echt ongeveer op neerkomen. Dat is op geen enkele manier te vergelijken met gaswinning op de Noordzee. Ook niet op de Wadden, dat is met geen enkele manier met elkaar te vergelijken. En wat ik dus inderdaad niet begrijp, is wat de heer De Groot zegt net van... en dat is misschien de werkelijke agenda van deze sessie, want dit kan juist ook rust genereren, omdat daardoor de visserij minder vrij spel heeft op de Noordzee. Maar dan moet u dat ook gewoon eerlijk zeggen. Dit is een project dat twee zaken tot gevolg gaat hebben. 1, de visserijsector, die al gigantisch onder vuur ligt, gaat nog verder de nek omgedraaid worden. 2, we gaan de Noordzee volzetten met windturbines waar geen ruimte voor is, die het onderzeeleven ernstig aantasten. En 3, wat een extreem inefficiënte keuze als je ook op kernenergie kunt inzetten. Oké, ik heb even een vraag. Want uw collega van de BBB zegt, we hebben er nu al in geïnvesteerd. Het is zonde om dat af te breken. We gaan niet meer stoppen. We gaan door met de windmolens. Alleen dan misschien op een andere schaal. Is dat ook wat u vindt of zegt u het helemaal afkappen? Nee, we hebben in ons programma staan een directe stop op nieuwe windparken op land en zee. Oké. Ja. Kijk, ik denk een avondje debatteren over klimaat. Gaan we lekker met elkaar de inhoud in. Niet jij bakken en gewoon even met wat feitelijke ondergrond een discussie voeren. Dat er aan de linkerzijde van mij af en toe wat onzin gesproken wordt over klimaat, dat ben ik wel gewend. Maar ik vind het wel heel opvallend dat ik nu mevrouw Kreuger en ook de heer De Groot niet hoor reageren op het feit dat we helemaal geen 30.000 windmolens gaan bouwen. Nee, maar... Ik bedoel, dan zou ik toch even willen weten van mevrouw Kreuger, vindt dan GroenLinks PvdA dat Nederland op haar Noordzee 30.000 windmolens moet bouwen? Dat kan ook niet. Volledig. Volgens mij, wat ik net al aangaf, is dat ik me afvroeg dat getal van die 30.000, waar die precies vandaan komt. Maar dat wij grootschalig op de Noordzee wind gaan neerzetten, dat dat nodig is, dat dat belangrijk is, dat dat motorblok wordt van onze elektriciteitsvoorziening, daar sta ik 100% achter. Alleen, dan moet je het wel echt doen op een manier die rekening houdt met de natuur en wat mij betreft op een manier dat mensen ook zoveel mogelijk eraan mee kunnen doen. En dat zijn twee dingen die ik nu in de plannen te weinig zie. Maar volgens mij kan dat juist wel. We gaan eerst even naar Tjeerd. Nou, misschien gewoon even de factcheck, want wij zaten naar dat getal te kijken en volgens mij is dat voor de hele Noordzee, dus ook Engeland en Denemarken en Duitsland. En Nederland gaat het om 7000 windmolens, als ik het goed heb, voor 2050. Dus dan... Zijn jullie het eens? De factcheckers moeten dat maar even... Ik ga dat toch even inbreken. Want ik zie al een paar keer nu de factcheckers. Maar ik wil even voor de goede orde toch zeggen... voor deze stelling hebben we een wat korter debat. En de factcheckers komen heel uitvoerig aan bod als het gaat om waterkwaliteit en of fossiele subsidies. Maar ik gok dat daar... Die worden helemaal nerveus dat ze dingen over windmolens moeten zeggen. Dat is niet het geval. 7000 windmolens, oké. Maar ik hoor de heer Pierik ook zeggen, we redden dat helemaal niet. Het zijn er 1700 in 2030. Precies, we hebben dat schiet niet op, toch? We hebben het over 2050. En de plekken waar dat kan komen, die verschijnen al op kaarten. Dus dat gaat gewoon gebeuren. Zeker als je Rob Jetten daar nog aan de knoppen laat zitten. Volgens mij hebben we eerst nog verkiezingen. Hè. Ik denk dat uiteindelijk de kiezer gaat bepalen of die windmolens er daadwerkelijk ook komen naar 2030. Ja, maar wat zegt u dan tegen wij de kiezer? Wij vinden dan eigenlijk dat... Als het gaat om die windmolens, dat die ecologische toets, zeg maar, en van die effecten van die windmolens op zee, dat dat gewoon een waterige sprong in het diepe is. Ik bedoel, er is zo weinig onderzoek nog gedaan naar de ecologische effecten van die robuuste windmolenparken op zee. En nou ja, ik wil niet alarmistisch doen, maar er zijn echt wel al wat rapporten die daar iets over roepen, waarvan ik denk, nou. Je moet wel echt even goed op je tellen passen voordat je zo massaal in gaat zetten op windmolens op zee. En de buurman die noemde het al, de visserij is natuurlijk ook eigenlijk al behoorlijk om zeep geholpen. Ik denk dat we in Nederland ook ruimte moeten houden voor de visserij. Ja, maar nu, ik zie het CDA. Nee, maar nu doet de heer Pierik echt de energiesector tekort. Want er zijn ontzettend veel bedrijven die al heel ver zijn in het natuurinclusief bouwen van die windmolenparken. Die zelfs eigenlijk nu al zeggen, in 2030 willen wij ook een netto resultaat. Een netto positief resultaat op de biodiversiteit. Dus ik vind echt dat we hier dit soort praat van, dat vind ik... heel erg overdreven. Ik wil graag dat kan namelijk wel. Het is nodig voor een gezonde energiemix, heb ik de heer Pierik net horen zeggen. Eens, maar ik heb nog geen wetenschappelijk onderbouwde rapporten gezien die aangeven dat het ecologisch verantwoord is om zoveel windmolens in die Noordzee te trekken. Maar kijk ik even naar deze kant. Ik vind het helemaal eens dat we moeten kijken naar de negatieve effecten. Er wordt ook heel uitvoerig onderzoek naar gedaan. Tegelijkertijd liggen er een tal van rapporten die zeggen, als we nu niks doen, dan zijn de ecologische effecten desastreus. We zitten in een noodsituatie. Ja, maar dus de BBB
met de BBB wil ook heel graag wat doen. Die we nu hebben, zullen we moeten handelen. Ja. Ik wil nog even ingaan op dat punt, ook als investeerders wegblijven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de overheid bijspringt, maar dat we niet dezelfde fouten gaan maken als dat het kabinet nu doet, met miljarden subsidies geven aan bedrijven om te verduurzamen. Mm-hmm. Want we hebben daar geen enkele harde voorwaarden aan gesteld. Dus daar gaat ons belastinggeld naartoe. En de opbrengsten verdwijnen in zakken van de aandeelhouders. En dat moeten we gaan voorkomen met die windparken. Ja, de rente is nu hoog. Ja, de inflatie. Dus er gaan investeerders weg. Dus de overheid moet bijspringen. Maar dan is zeggenschap en het geld terugbrengen naar de gemeenschap, zodat we daar ook weer ecologische herstel van kunnen doen. Dat is belangrijk. Oké, dank u wel. U heeft de laatste.